Rins, de stemming was altijd al goed, maar die zal na afgelopen vrijdag waarschijnlijk nog veel beter zijn. Ja, we hebben er met z'n allen van genoten. En, zeker vrijdagavond. Zaterdag zijn we even bij elkaar geweest en rustig naar het bos gejogd. En daar een bakje koffie en een taartje gaan we met z'n allen. Dus de sfeer was op haar best natuurlijk. Ja, dat taartje hadden jullie wel verdiend, want het was wel een bijzondere ontknoping weer. Ja, zeker. Je moet van dingen genieten en als je succes hebt, moet je zeker ook van genieten. Dus het was een hele mooie onverwachte ontknoping. Dus dat was een topavond. Ja, we hadden het er vrijdag al even over. Zo'n periodetitel geeft toch even nog wat extra's aan zo'n... Absoluut. Niet alleen vanwege een schild of een premie, maar gewoon extra cachet. En er staat toch Excelsior wint de periodetitel, weet je. Dus dat spreekt veel meer aan. Dus dat was een hele mooie bonus. Ja, er waren inderdaad verschillende jongens. Ik heb nog nooit een prijs gewonnen. Die waren er zo blij mee. Ja, nee, precies. Nou, ik moet zeggen, het was ook mijn eerste periodetitel als trainer. Dus dat had ik nog niet eerder gewonnen. Maar ik hoorde inderdaad Marwan bijvoorbeeld erover. Ja, dat zijn ook wel mooie dingen natuurlijk. Ja, en ook dat hebben we vaker besproken. Van aan de voorkant verwachten we dit eigenlijk met z'n allen helemaal niet, hè? Dat het zo zou lopen. Nee, absoluut niet. Ik helemaal niet. Omdat ik denk, Ajax wint daar wel met de opstelling die ze hadden. Dus dat zie je dan toch wel. Hè? Die week ervoor al met Helmsport Volendam worden we verrast. Nou, gelukkig hebben we daar allemaal van kunnen profiteren. Dat we zelf wel onze eigen dingen doen die men dan verwacht. En dat lijkt altijd dan zo eenvoudig. Maar ja, dat is er zeker niet. Nee, zeker die belofte teams. Dat zijn vaak toch bananenschillen waar je dan... Ja, absoluut. Die maandagavond, die jongen zet uit. Dat zijn gewoon hele goede overwinningen. Die laten denken van, daar maakt het verschil. Nou, de competitie is dus zeer positief op dit moment. Dan gaan we nu bekeren. Dat is ook iets wat je heel leuk vindt, hè? Ja, zeker. Stop wat hoop tijd en energie in, neem serieus. Nou ja, nu zeker natuurlijk met deze Groningen is het natuurlijk een geweldig affiche voor ons. Goede ploeg, stugge ploeg ook vooral. En natuurlijk van een ander niveau, gewoon een goede Eredivisie ploeg. Ja, dat is een heel ander niveau dan KKD. Ja, en is dat dan een prettige tegenstander om nu te treffen? Nou, het is wel een hele moeilijke tegenstander. Omdat ze heel stug zijn, heel weinig weggeven, heel compact zijn. Of ze laag of hoog staan, dat hebben ze echt goed voor elkaar, vind ik. Dus met name verdedigend zullen we echt goed moeten... hun zijn verdedigend goed. Wij moeten aanvallend goed zijn om kansen te creëren tegen hun. Ja, en denk je dat Thijs daar nog een belangrijke rol in kan spelen? Ook met zijn revanche-gedachten misschien? Nou, dat wil hij natuurlijk zeker. Dat heb ik toevallig net nog even over gehad met hem. Ja, natuurlijk is dat voor hem speciaal. En hij is al toch gebrand, maar nu extra. En hij kan ze zeker ook hierna pijn doen. Dus ik ben benieuwd. Ja, de laatste keer dat je tegen Groningen speelde in de beker met Excelsior was ook een bijzondere wedstrijd. Ja, zeker. Even geleden, hè? Ja, halve finale. Verloren. Maar met name is de half uur waar we voor mij met Gouden reden. Ik had van de week nog over met Fischje. Nog een aantal keer schuim te keepen. Dan hadden we best wel, deden we het best wel goed. Het lag best wel dicht bij elkaar. Dus dat was een mooie wedstrijd, maar net niet. Ja. En een heel vol uitvak. Dat was voor Excelsior ook heel uniek. Ja, dat was helemaal vol inderdaad. Ja, dat was bijzonder. Dat was natuurlijk een bijzonder mooi seizoen. En halve finale, dat was geweldig. Dat is ook wel een beetje de charme van het bekertoernooi, hè? Dat je dat inderdaad zo ver kunt komen. Ja, dat kan, absoluut. Je moet wel echt geluk hebben zoals wij, onze ploeg, ons niveau, om met een goede loting. Kijk, Groningen is niet de beste loting, maar je hebt gewoon een kans. Zeker omdat je thuis speelt. Dus daar gaan we voor. Ja, en Groningen zal gewaarschuwd zijn door de prestaties van de laatste weken. Ja, dat zeker. Ze zijn ook drie keer bij ons wezen kijken, dus ze laten geen gras overgroeien. Dus dat zie je wel dat we serieus worden genomen. Dus dat is wel goed om te zien. Ja, en dan, dan volgt er nog één wedstrijd voor de winter en dan even genieten van de vakantie. Ja, zeker. Ik heb zelf een weekje buitenland geboekt inderdaad. Ja, last minute. Want van de zomer was het ook al niet echt geworden. Dus ik ga lekker met de family en mijn broer met zijn kids gaan we lekker... Even weg uit de kou die inmiddels wel precies, van de zon genieten in Gran Canaria. Dus dat is luxe. Dus daar kijk ik erg naar uit. Maar even deze week nog, zeker nog. Maar kijk er ook wel even naar uit om lekker in het zonnetje te zitten.